Hey lieve kijkers, Sasje en ik kijk naar een gloednieuwe video. Sorry, alweer voor mijn haren, maar boeiend. Ik ga twee grappige dingetjes doen. Eerst hebben jullie denk ik wel gezien aan de titel. Even zoeken. Ja, plakband. Alleen maar plakband. Onderweg mijn echt plakband. Maar ik wil ten eerste nog een heel leuk dingetje doen. Kijk hè. Als je echt helemaal zo gaat doen en helemaal zo dat je magnetisch wordt, moet je kijken naar mij. Kijk. Ik heb hem niet vast. Gewoon totaal niet. Kijk. Dat is eigenlijk cool. Hij blijft gewoon aan je vastvlakken. En als je hem zo doet, dan gaat hij er uiteindelijk vanaf. Maar gewoon, het is alsof er een baard zit of zo. Oké, dat is super cool. En kan overal een beetje. Ja. Hij blijft me mijn rug vastplakken. Oh, ik wou hem laten zien. Hij zit vast aan mijn rug. Blikey. Oké, nou, nu even voor het echte werk. Ik ga nu mijn, hoe heet zo'n ding? Ik laat je nu wel zien. Kijk, zo'n ding bedoel ik. Lieve kijkers, misschien dacht je van... Nou, dat is niet superveel. Misschien dacht je van, dat is best wel veel. Nou, dacht het dus niet, want kijk maar eens. Ik laat je douche zien, hè? Kijk. Dat noemen ze... Dit is veel. Kijk, dit is gewoon veel. Ik wil wel gewoon even twee overlaten, echt. Maar, ja, twee overlaten. En dit ga ik misschien allemaal gebruiken. Ja, misschien denk ik toch nog een beetje van, ik ga niet verder, bijvoorbeeld. Maar op dit moment ga ik hier toch, en ik ga hem even hier steeds aanzetten, zodat jullie kunnen zien. En ik ga denk ik een beetje hier heel veel omheen doen. Ja, natuurlijk niet hard trekken, want het kan natuurlijk erg zijn. Ik weet niet welk bordje ik daarvoor moet gebruiken, maar het kan gewoon erg zijn. Daar houden we het maar even op. En ik ga even, want ik weet niet waarom ik het nog steeds in hoop. Dat bedoel ik. Oké, lieve mensen, ik heb jullie daarna gezet. Hij zat eerst in een stekker en als het dadelijk uitvalt... Sorry. Maar dan kan ik gewoon weer plakken, dus dat is geen probleem, denk ik. Goed, hier hebben we dit. Dat is het eerste kleine mini-lachje. Rustig. Plakken. Ik doe het gewoon zeg maar zo heel rustig. Het voelt nu al een beetje strak terwijl ik zo'n... Gewoon als wolken over me heen laat gaan. Oké, ik weet ook niet wat dat is. Hij wil nou weer op slaap, maar... Au. Dat deed eigenlijk helemaal geen pijn, maar... Oké, nou, het eerste laagje zit erop. Ik ga op naar het tweede laagje. En dit is als het ware een, ja, plakband, armband, als het ware. Die al nooit vanaf zo. Oh! Sorry, lieve kijkers. Ja, ik heb hem ook zo dom vastgezet. Oké, ik heb jullie even anders neergezet. Sorry als die alweer valt. Maar goed, ik heb nu op dit moment dit. Ja, je kan het niet zo super goed zien. Maar ja, we gaan lekker door en het zal steeds, ja, erger gaan worden. Maar waar ik meer ben aan het denken, want ja, ik doe het gewoon voor jullie lieve kijkers, maar... Ik ben nu meer aan het denken van, hoe ga ik dit nou ervan afhalen? Kom op, even terug. Hoe? Hoe ga ik dit doen? Nou ja, hopelijk vind ik nog een goede oplossing, maar ja, ik heb zelf ook al wat... geprobeerd, een beetje erop gedaan, uiteindelijk er vanaf getrokken met die persoon. Goed, ik heb dit al. Tot zo. Oké, ik ben nu al een tijdje verder, zo'n 5 minuten of zo. En ik heb al dit, ja, dus best wel veel, maar we moeten meer, dus let's go. Oké, ik ben nu al bezig met de tweede rol en ja, het is best veel, maar ik voel dat niet, wacht. Als ik dit doe, voel ik het niet, maar als ik dit doe wel. Goed, dat is Oké, ik ben alweer een tijdje verder. Dus zoveel. Het lijkt gewoon letterlijk geen verschil van toen net. Maar je wil niet weten hoeveel ik er al omheen heb gedaan. En het lijkt net dat het precies hetzelfde had. Dus, nogmaals. Oké, ik weet niet of je het kunt zien, maar het is wel wat groter geworden. Holy moly, wat duurt het lang. En heb je ook zo'n slecht beeldlicht. Ja, het ziet er echt heel poep uit. Holy moly, hij is al iets dikker geworden. Misschien merk je het misschien niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet 100% zeker, maar holy moly.
kijken, als ik hem zo probeer naar onder te trekken, gaat het gewoon niet. Oh ja, en kijk. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar het ziet er gewoon grappig uit. Oké, nu is het een beetje een rare boel geworden. Dat is beter. Oké. Nou, like deze video vooral. Maar ik ga nog even door. Allemaal voor jullie, lieve kijkers. Allemaal voor jullie. Want ja, kijk. Ik zei dat ik bij de 30 abonnees iets leuks ga doen. Nou ja, nu ben ik ook iets grappigs en leuks aan het doen. Maar echt, waar ik de meeste heb, eigenlijk ga ik toch bij 30 doen. Maar ik heb het gewoon al bij 24 gedaan. Echt super bedankt. Want ja, heel veel mensen zijn blij met de 1 miljoen. Ik ben gewoon blij met 24. Niemand denkt, je hebt gewoon abonnees. Want op mijn vorige kanaal, nou ja, nog ook een paar van dit kanaal, had ik zo slechte video's gemaakt. En ja, ik zou eerlijk zijn, later, als ik een echt goede YouTuber ben, ja, YouTuber, hele goede dan later. Misschien wil ik het nooit, maar stel je voor, later heb ik 1 miljoen abonnees. En ik kijk terug naar deze video en dan denk ik van, hoe slecht ben ik wel niet? Maar ja, dat denk ik nu ook bij mijn vorige video's. Letterlijk dit. Dit was het. Oké, stel je voor, ik wou het hebben over deze plan. Zo zat ik. Hallo. Ik ga dit uitproberen. Zo zat ik. Hoe de heck denk ik niet echt. Soms ben ik nog wel even van zo dit, zeg maar. Even stil, maar dan probeer ik ook een beetje in te vullen op iets anders. Wat het dan ook is, ik probeer er gewoon iets in te vullen. Want het is gewoon niet leuk als je dit bent kijken. Zo van. Plak het er nu op. Dat is gewoon super saai om te zien. Samen probeer ik of leuke weetjes of leuke dingetjes. Oh ja, en trouwens, ik ben al bijna de tweede rol, is al bijna weer op. Holy man, is hij nou op? Holy man, volgens mij is de tweede rol op. Ik weet het niet 100% zeker. Ik kijk even zo. Ik doe deze heel eventjes om. Nee, nog niet, nog niet. Bijna, echt bijna. Holy moly, dit doet best wel pijn hoor. Ik denk dat ik echt bijna ga stoppen hoor, want dit doet pijn. Dit doet echt pijn als ik beweeg ermee. Ja. Ik doe het gewoon voor jullie, lieve kijkers. Oké, lieve kijkers, dit is wat ik tot nu toe heb. Ik vind het best wel grappig. Ik denk dat ik een beetje naar binnen ga werken. Oh, dit is best wel fijn. Kijk, zie je mij al zo zitten van zo op. Kijk, dat ik er nog een selfie of zo mee ga maken. Goed, lieve kijkers. Het laatste stukje plakband ga ik dan nu opdoen. Nou ja. Ja. Zo, dit is echt onnozel veel. Ik weet niet hoe ik het dan heb gedaan. Ik denk dat ik wou het eerst ook zo zeg maar doen. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. Ja, het gaat veel sneller. Dus ik ga nog even door. Tot zo. Oké, mensen. Kijk. Oh, dit is echt een tof stukje. Kijk. Daar een rol. Kijk gewoon hoeveel er is. Oh. Hij is verkeerd om. Ik geef hem gewoon letterlijk af. Ik ga dit ding proberen te pakken. Oké, dat gaat niet. Ja. Oh. Shit. Ik kan niks oppakken. Nou ja. Ik kan dit dingetje oppakken. Nou ja, oké. Dit zijn 3 rollen. En dit is verkeerd om. Dus daarom plakt hij. Auw. Nou, ik denk dat ik nog een stukje doe en dan vind ik het wel klaar. Want ja, het zit wel op 9 minuten en ja, ik wil niet een te lange video maken. Tja, het gaat net doorspoelen worden, denk ik. Ik heb gewoon al zoveel, het is echt ontzettend veel, dus tot zo. Holy moly, kijk. Hij is letterlijk gegroeid. Ik heb er 4 gebruikt, alleen maar zo raar is, er liggen hier maar 3. Ik kon de ander niet vinden, maar dit is echt al nooit zoveel hoor. Ik ga proberen. Oké. Ik ga er vanaf halen. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Man. Hij is los, maar shit. Ah, tot zo dan. Oké, even kijken, ik ben al een stukje bezig.
Holy moly. Ja, oké.